Voor de primeur van het weekend moesten we bij het Deense blad BT zijn. Zij pakte als eerste uit met het nieuws van de exit van Torup bij Racing Genk. Na amper 6 weken trapt Torup het zelf af om in eigen land aan de slag te gaan bij FC Kopenhagen. En zo valt de gentleman trainer flink uit zijn rol. Ook Theo Bongonda denkt daar duidelijk het zijne van. Wie Torup nu zal opvolgen bij Genk is nog een vraagteken. Even in het haar krabben toch wel voor het Limburgse bestuur. De timing van het vertrek van Torup is hoogst ongelukkig natuurlijk. Na 4-0 winst tegen Eupen en zo 9-9 voor het eerst in anderhalf jaar. Yes, Torup, he can. Of beter, yes, Torup, he could. You seem to be very happy here. Yeah, it's a nice club. It's an ideal club for me. It's a family club. You have the possibility to work and have a good relation with the players. And they work very hard. They listen to the ideas that I bring in, and I think they are open-minded in a way of doing things. And okay, there's still some work to do, but we are on the right way, and that is the most important. So I think everybody, not only me, I think everybody in the club is for the moment happy. Een behoorlijk cynische en vooral pijnlijke quote. Het spel zelf, dat kan nog wel wat beter, maar de efficiëntie bij Genk, daar schort er duidelijk niks aan. Goed van Onuachu en Dessers gevonden. Dessers gaat het afmaken, dat kan hij dan. Cyril Dessers met zijn eerste echte veldgoal, zijn eerste echte open kans van het seizoen, zijn eerste echte schot en echt waar zijn eerste echte goal in de Luminous Arena. Blij is hij zeker. Het is mijn eerste echt grote kans van dit seizoen zelfs. En ja, het is wel fijn om hem zo erin te leggen in het zijn. Dat doet plezier. Maar dat is uiteindelijk ook waarvoor ik er sta, dus ja, verwacht niet anders. Het is trouwens een 100% vintage cult voorhoede bij Genk met die twee Super Eagles voorin, Dessers, sinds kort Nigeriaans international. Dat was Onuachu al langer. Toch één vraagje, wie is nu die Madame Fiti? Als iemand ons kan helpen, graag. En dan het verhaal van Brian Heijnen. Dit is Heijnen, in november 2019 de voorste kruisband van de rechterknie gescheurd tegen Mouscron. En dit is diezelfde Heijnen tegen Eupen. Na wel geteld 341 dagen maakt hij zijn rentree. Heijnen blij, Dessers was al blij. En ook present in de categorie Happy Joy Joy, MVP, man van de match, Theo Bongonda. 6 doelpogingen, waarvan 5 tussen het kader en 2 effectief binnen. Goeie bal van Dries Wouters. Bongonda op weg naar 3-0. Bongonda, voilà. Hoe dan ook blijven de 3 punten dus in de Luminous Arena. Maar dat is meteen ook het enige positieve nieuws na een bijzonder bewogen weekend. En dan het duel tussen de leerling en de leermeester of Losada tegen Brijs met Stijn de Weert als chroniqueur van dienst. Forze maakt er een einde aan. Beerschot houdt de 3 punten thuis nog maar eens. En Beerschot even aan de leiding. Ça reste quand même encore un gros point de travail pour vous et pour votre équipe, c'est la défense. L'attaque c'est formidable. Et 28, vous assumez totalement le fait d'attaquer à 100%. 28 buts dans 11 matchs et on parle de la défense. Cette équipe joue toujours tout sauf rien. Je suis fier de mon équipe. Voilà, waarom zou je kritisch moeten zijn over het verdedigende compartiment als je ploeg 28 doelpunten maakte in 11 wedstrijden? Geen enkele ploeg doet beter in onze eerste klasse. Dat gezegd zijnde, qua tegendoelpunten doet er maar één ploeg slechter dan Beerschot. Waasland-Bever heeft met 26 stuks één doelpunt meer geslikt dan de Ratten en staat daarmee 15 plaatsen lager in de stand. Of hoe voetbal een spel is van één doelpunt meer maken dan de tegenstander. Maar goed, Beerschot-OHL, dat was het duel tussen de twee promovendi. Tussen de 4e en de 7e in de stand. Of ook het duel tussen de leerling en de leermeester. Maar kunnen we dat nog zeggen na 2 zegens op rij voor Losada tegen zijn oud-trainer Mark Brijs? Een bepalende zet van de Argentijn was de truc met het wedstrijdblad, geleerd van zijn voormalige trainer. Tom Pietermaat startte in de plaats van de aangekondigde Reda Halaimia. Termaat moest de Leuvense dirigent Xavier Mercier uit de wedstrijd houden en deed dat met verve. Eervolle vermeldingen geven we ook nog aan Musashi Suzuki, die alweer scoorde en zo om de 82 minuten trefzeker is. En aan Mike van Hamel met andermaal een prima prestatie. Want kansen die waren er ook voor de Leuvenaars. Ja, is voor rust toch 4 goede kansen, heel goede kansen. Ze hebben er ook een paar gehad trouwens. En dan moet je daar minstens
gelijk maken of zelfs voorkomen. Het hadden dus meer tegendoelpunten kunnen zijn voor Beerschot, maar daar zal Hernan Losada allerminst om malen. We keren nog even terug naar het Kiel voor de tumultueuze penaltyfase. Het woord is aan het referee department. Bij een hoekschop voor OGA Leuven gaan speler Frans van Beerschot en OGA Leuven-speler Bechet in duel voor de bal in het strafschopgebied. Waarna vervolgens speler Bechet op de grond blijft liggen. De scheidsrechter heeft het contact niet gezien en laat verder spelen. De bal gaat uiteindelijk buiten in doeltrap. Na communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR vraagt de VAR een on-field review voor een serious missed incident. Na het bekijken van de beelden besluit de scheidsrechter een strafschop te geven voor OGA Leuven en een gele kaart te geven aan speler Frans voor een roekeloos contact met de elleboog. Het referee department gaat akkoord met de VAR-interventie en met de eindbeslissing van de scheidsrechter. Speler Mercier van OGA Leuven neemt de strafschop en die wordt tegengehouden door Beerschot-doelman Van Hamel. In de rebound wordt de bal in hoekschop getrapt. Na communicatie met de VAR moet de strafschop hernomen worden omdat Beerschot-speler Van den Buijs met het nummer 6 te vroeg in het strafschopgebied komt vooraleer de bal getrapt is en daarna betrokken raakt in de volgende actie. De scheidsrechter moet de VAR-beelden, niet gaan bekijken omdat deze situatie een factuele beslissing is. Met andere woorden, er is geen interpretatie mogelijk. Het beeld is al gruwelijk genoeg. De schreeuw laten we dan ook even achterwege. Zinho van Heusden blijft op het veld liggen na een duel met Gay. Onmiddellijk spookt de film van de twee vorige knieblessures door het hoofd van Van Heusden. De kersverse Rode Duivel stond telkens een paar maanden aan de kant. En dat zal ook nu weer het geval zijn. Het verdict is zwaar, kruisbanden gescheurd en minstens 6 maanden oud. Enkele hartverwarmende reacties van solidariteit wel bij Oostende, de tegenstander gisteren. Ook bij de grote rivaal, Charleroi. En bij een aantal spelers, waaronder Samuel Bastien. Ook van ons een tweeën, bon courage, Zinho. Dat standaard. De wedstrijd uiteindelijk nog wint, dankzij een doelpunt van Lucène helemaal op het einde, is bijna bijzaak, want iedereen zit met zijn gedachten bij Van Heusden. J'espère de tout mon cœur que c'est pas trop grave. J'espère vraiment voilà, aujourd'hui la victoire c'est pour lui, mais j'espère vraiment que ce soit pas grave. C'est le gros point noir pour nous de notre soirée. On va attendre demain les examens, mais forcément on est tous un petit peu inquiets et puis je reste optimiste aussi que ce soit plus de mal qu'autre chose, mais on verra demain. En het verdict is dus zwaar, Van Heusden 6 maanden oud. De avonturen in 1B nu met Stijn de Weert. Deinzesterijn werd uitgesteld en dus 3 wedstrijden in 1B afgelopen weekend. Union trok zaterdagavond naar de Kempen om er Westerlo-partij te geven. Op Halloween dus, en het was ook even schrikken voor de Brusselaars. Dirks met de voorzet tot bij Sitchek. Kijk eens aan, het is al een doelpunt. Amper een paar seconden bezig, 11 om exact te zijn. En Westerlo staat gewoon 1-0 voor. Het moet wel gezegd, schrikken deed Union-trainer Felice Mazou daar niet echt van. Hij gaf voor de wedstrijd al aan dat het niet bij 0-0 zou blijven zoals in de heenwedstrijd. Of hij in zijn glazen bol ook de 2 doelpunten van Dante van Zijr gezien had, is ons niet bekend. Feit is wel dat Union zijn 123ste verjaardag in stijl viert. Met een 1-4 zege bij titelconcurrent Westerlo wordt het leider in 1B. Een achterstand ombuigen in een zege, dat deed ook Lommel. Beerschot-huurling Fesu Plaka bracht Lierse Kempenzone nog wel op voorsprong. Maar met 3 doelpunten zetten de Limburgers netjes orde op zaken. Een 1-3 zege voor Lommel in Lier. Blessures, ziekte en coronabesmettingen, het zit RWDM de laatste weken echt niet mee. Maar liefst 13 spelers en alle 4 veldtrainers moesten verstek geven voor de wedstrijd tegen Club Next. En toch pakken de Brusselaars de 3 punten. Een deugdoende 0-2-zege zal de zorgen verlichten in het Edmond Magdenstadion. Alle uitslagen nog eens op een rijtje. Union volgt terug op Westerlo, eindstand 1-4. Ook Lommel boog een achterstand om op bezoek bij Lierse 1-3. En RWDM Club Next zag u zo net 0-2. Deinze en Serijn werken later nog hun duel af. Union wipt zo over Serijn naar plaats 1. Deinze ziet Lommel en RWDM naderen. Lierse en Westerlo doen slechte zaken. Enkel Rode Lantaarn Club Next doet slechter.
Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zo kwaad ben geweest als vandaag. En zo teleurgesteld ook. Het is onwaarschijnlijk dat je met een 2-0 voorsprong, dat je die op deze manier weggeeft. Omdat dit gewoon één woord voor is en dat is gebrek aan mentaliteit. Niks beter dan een sterke quote om een reportage mee te beginnen. Philippe Clément met een publieke defenestratie van zijn spelers na een nieuwe belabberde vertoning. Na 15 op 15, nu 2 op 9, bij gevolgde gezichten serieus op onweer. Nochtans deed niks vermoeden dat het avondje Jan Breydel zou eindigen met een verloren hart en een verloren droom. Het is toch Ruud Vormer die het mag doen. En hij scoort! Voilà, de 1-0 voor Ruud Vormer. Eerst Vormer en zo meteen offreren we u ook nog de 2-0 van Lang. Kat in de bak en de 3 punten op zak, denk je dan. Maar niks is minder waar. Het is stilaan een Mechelse specialiteit aan het worden, de rug recht. Al begint die rug van de Camargo al serieus te kraken met dat steunbeen, is er voorlopig nog niks mis. Mignolet dan toch geklopt, daarvoor was hij al een paar keer gepast moeten ingrijpen. Ik denk als je na een Champions League wedstrijd 2-0 voorkomt en je staat een minuut 40, dan moet je de wedstrijd uitspelen. Dan mag je niet in de problemen komen. Spijtig genoeg geven wij hun een beetje energie en zuurstof door dat toepunt weg te geven, juist voor de rust. Het is nooit een goed moment en ja, daardoor kan Mechelen niets ruiken. Met het reukorgaan van die van Mechelen is niks fout. Met het lijf van Steven de Voer, die voor het eerst in actie kwam, ook niet. Even sloeg de schrik wel om ons hart toen hier met een pijnlijke grimas af moest. Maar vals alarm de kleine dienstmededeling van de Voer, het was gewoon een kramp. Wat voor club een uitje had moeten worden tussen de Champions League-duels tegen Lazio en Dortmund, groeit uit tot een nachtmerrie, een thriller, zelfs een horrorfilmgenre. Unbreakable, Signs and the Sixth Sense, I See Dead People, ken uw filmklassiekers. Wij zien vooral het betere kopwerk bij Malinois met Storm en Schoofs. Bobby, met dat kopje. Klasse. Tak, met dat kopje een flinke tik dan weer voor Club Brugge. Ook in 1A viel er een verjaardag te vieren bij AA Gent meer bepaald. En die verjaardag wordt gevierd met een speciaal ontworpen retro-shirt. 120 kaarsjes mochten de Buffalo's uitblazen. Roman Jaremchuk had nog net genoeg adem overgehouden om zich 3 keer op het scorebord te hijsen in de 1-4 zege bij Waasland Beveren. Van Kleinput achteruit Gillet en dan Nicholson en dan staat het 3-0 voor Charleroi. Op 9 minuten van het einde is de klus helemaal geklaard. Sporting Charleroi is opnieuw leider en dat na een overtuigende 3-0 zege tegen Cercle Brugge. Die leidersplaats is opvallend, want de laatste zege van de Carolo's dateerde van midden september. Zoals elk jaar herdenkt Club Brugge zijn overleden supporters. Dit jaar brachten de Starlings voor de wedstrijd tegen KV Mechelen You'll Never Walk Alone. In deze bijzondere tijden nog passender dan ooit. Het is gewoon het rijtje afgaan. Winnen van Kortrijk, Mechelen, Zultwaardegem, Ludogorets, Beerschot en FC Mourinho. Dan is Anderlecht toch een hapje voor Antwerpen. Dit is prima. Paul Moukariou krult hem prachtig voorbij Jean Buté. En het is 1-0 voor Anderlecht. Duidelijk, geen hapje dus voor Antwerpen. Integendeel, voor het eerst sinds 30 augustus weet de Great Old weer wat verliezen is. De piepjonge invaller Moukairou bezorgde Brusselaars bij zijn debuut de volle buit. 1-0 de eindstand. En wees maar zeker dat de deugd deed bij Anderlecht. Het was geen hoogvlieger in het Lottopark. Anderlecht met slechts 29% balbezit en Antwerp met evenveel procent strijdlust. Opgelegde kansen waren schaars. Het Europese huzarenstukje van tegen Tottenham zat duidelijk nog in de benen. Toch gaat deze partij de geschiedenisboeken in, want het is de 1000ste overwinning van Anderlecht sinds de start van het profvoetbal. Even goed zoeken naar Kortrijk-kapitein Van der Brugge ergens op de achtergrond.
Zo, dat hebben we dan ook alweer gehad. Happy Halloween met het burenduel tussen Kortrijk en SCV. Aansluitend op deze uitzending zou het ook voor Frankie Durie wel eens een horrorspeeldag kunnen worden. Het is een derby die enorm leeft bij de supporters en bij de ex-spelers. J'ai entendu que c'était le derby pour The Tory Game. Donc voilà un petit message pour vous, souhaiter bonne chance. Même si pour l'instant le classement n'est pas terrible, mais dans un derby on s'en fout. Donc voilà, gagner le match c'est le plus important pour les fans, pour tout le monde, pour le club. Et après tout ira bien. Geniet van de derby. Volgende week maandag is er een nieuwe 11 Gazette. Heel graag, tot dan!